2016 was voor de persgroep een bevestiging van 2015. Toen we een heel grote sprong gedaan hebben met de acquisitie van de MECOM-activiteiten Wegener en Berlingske Media. Wat uiteindelijk leidde tot een omzetgroei van 9% naar 1,455 miljard en een EBITDA-groei naar 225 miljoen euro. De netto-winst groeide met 7% naar 117 miljoen. De oudste activiteit van de groep, zeg maar Volkskrant, Trouw, Parool, onze selectieve titels, reden een prachtig parcours. De omzet bij de lezer groeide daar met 5%. We koppelden AD aan de regionale kranten van het ex-Wegener en we bundelden dit in ADR Nieuwsmedia, de in Nederland grootste nieuwsorganisatie. Met uiteindelijk een oplage van 925.000 exemplaren per dag. De online services kenden in 2016 een heel mooie organische groei, een omzetgroei van bijna 10% en ook een heel mooie rendementsgroei tot gevolg. Onze radioactiviteit Qmusic zette zijn opmars in de radiomarkt in Nederland verder en groeide uit tot een solide nummer 2 op de brede commerciële doelgroep. Als we dan naar onze publishingactiviteiten gaan in België, kan niemand naast de evolutie van hln.be heen kijken. Het is een werkelijk fenomeen aan het worden. Ook business-wise, op de advertentiemarkt zien we dat voor het eerst hln.be meer omzet haalt dan de papieren versie, het laatste nieuws. Dus het kantelmoment van de digitale transformatie lijkt daar toch bereikt. Als we naar onze magazineportefeuille kijken, merken we dat we niet tegenstaande de bijna niet te vermijden oplagen, daling in deze markt, dat de magazines nog steeds een heel belangrijke pijler zijn. Wat gebeurt er met die 225 miljoen euro EBITDA? Daar gaan uiteraard een aantal lasten vanaf in de eerste plaats. Onze investeringen, die opnieuw 40 miljoen bedroegen, we hebben uiteraard belastingen te betalen, we hebben interestlasten en we hebben reorganisatielasten. Dan nog blijft er een operationele vrije cashflow over van 108 miljoen euro. Waarmee we nieuwe dingen konden doen, waarmee we ook onze schuld konden afbouwen, waarmee we ook acquisities hebben gedaan. Waarvan de belangrijkste de instap in Mobile Vikings, een nieuwe, totaal nieuwe activiteit, de mobiele markt. Op de balans daalde de financiële schuld opnieuw naar 22 miljoen euro, een amper 0,10 keer de EBITDA, wat eigenlijk nauwelijks schuld kan worden genoemd. Onze groep is verdrievoudigd op minder dan 7 jaar tijd. En de vrees is dan altijd, slaag je erin om je tezelfde tijd ook nog te concentreren op je bestaande media en op innovatie. En daarop ben ik misschien nog het meest trots dat we erin geslaagd zijn om vorig jaar ook onze bestaande media heel sterk te houden. De evolutie van televisie kijken, dat is fundamenteel aan het veranderen. We hebben daarop ingespeeld door ook daar online platformen te ontwikkelen. Denk aan vtm.be, de streaming app Stevie. En we gaan nu meer en meer inzetten op video online. Wanneer we naar de toekomst kijken, dan zien we toch een versnelling van het digitale. Dat blijft een uitdaging om het juiste evenwicht te vinden tussen wat dan heet het traditionele wat we vroeger deden en wat we nu online gaan doen. Dat is zeker een uitdaging. 1/3 van onze omzet zijn advertentieinkomsten. Dat is belangrijk. Advertising gaat naar targeted advertising, deels toch. En daar gaan wij nu zwaar op inzetten. Wij denken dat dat geen makkelijke rit zal zijn. Wij hebben bepaald in begin 2016 dat we vertrokken waren voor een rit van 5 jaar om onze media heruit te vinden, maar ook om het zakelijk model heruit te vinden. En dus de fantastische financiële resultaten van 2016, natuurlijk hopen we die te kunnen doortrekken, maar wat veel belangrijker is, is dat we lukken in die transformatie. Dat met andere woorden, de bestaansreden van ons bedrijf, informeren, mensen inspireren en entertainen, dat we dat gaan kunnen doen op een even, liefst nog meer succesvolle manier in de nieuwe wereld waarin we leven, met een zakelijk model dat ook klopt. Op het einde van de rit geloven wij, 1, je moet dat natuurlijk begrijpen, je moet weten te doseren in je innovatie waar je je middelen in steekt om welke transformatie te bekomen. Maar de realiteit is dat wij voelen dat de kunst ook in de toekomst er zal in bestaan om ons publiek voor ons te winnen door de inhoud die we maken, de fameuze content.
Wij zijn in die drie markten waar we leven, België, Nederland en Denemarken, die we echt beschouwen als onze thuismarkten, diep verankerd in de maatschappij. Wij maken media door mensen die hier wonen, voor mensen die hier wonen.